Geen Giro d'Italia voor Wilco Kelderman. Hij is niet op tijd hersteld van zijn operatie aan zijn gebroken sleutelbeen. Wie moet hem vervangen? Mocht Sunweb voor een klimmer gaan, dan zijn dit de opties. Jai Hindley of Michael Storer. Allebei 22 jaar, afkomstig uit Australië. Ze reden afgelopen seizoen allebei de Vuelta a España. Hindley werd 32e, Storer 117e. Ze weten dus hoe ze een grote ronde moeten aanpakken. De vraag is alleen, met hun, toch wel vrij weinig ervaring, zijn zij een waardige vervanger voor Kelderman. Mark Hirschi, waar mogelijk nog jonger dan Hindley en Storer. De jongeling heeft nog nooit een grote ronde gereden, is pas 20 jaar en heeft daar dus totaal geen ervaring in. Toch is hij minstens zo getalenteerd als die andere twee en heeft hij een boel koersvernuft. Maar of dat genoeg is om Kelderman te vervangen, dat is de vraag. Nicholas Roach, binnengehaald door Sunweb als knecht voor Dumoulin. Puur als knecht. In die rol gaat hij ook naar de Tour de France, maar net daar gaat Dumoulin niet voor een klassement. Dat doet hij dus wel in de Giro en daarom kan Roach met zijn jarenlange ervaring, die hier is 34, natuurlijk enorm van pas komen. Kijken we naar de vervanging van Kelderman, dan zou Roach best wel eens in aanmerking kunnen komen om naast de Tour ook de Giro te gaan rijden. Binnen de selectie van Sunweb is er eigenlijk maar één waardige vervanger van Kelderman. Dat is Sam Omen. Dat liet hij namelijk vorig jaar zien. Kopman Dumoulin werd tweede in het klassement. Omen zelf eindigde als 9e en was van grote waarde voor die prestatie van Dumoulin. Maar Omen heeft zelf aangegeven dit jaar liever nog geen twee grote rondes te rijden. Twee grote rondes op een jaar, ja, dat is misschien nog iets te optimistisch. Hij rijdt net als Tom Dumoulin de Tour de France. In welke rol, dat valt nog te bezien, omdat op dit moment nog niet duidelijk is of Tom Dumoulin in de Tour ook voor een klassement gaat of niet. Desalniettemin is Omen op papier de logische vervanger voor Kelderman in de Giro. Maar het is dus inderdaad afwachten of hij dus dan uit de Tour wordt gelaten of dat misschien tegen zijn wil in twee grote rondes gaat rijden. Dan is er ook nog het geval Martijn Tusveld. Hij is opgenomen in de voorlopige selectie van Sunweb voor de Giro. Maar Tusveld kwam net als Michael Matthews in de eerste etappe van Paris-Nice hard ten val. Hij hield daar vrij heftige blessures aan over, maar inmiddels gaat het langzaamaan steeds een beetje beter met Tusveld. De vraag is echter of hij de Giro gaat halen. Daar staat op dit moment nog een vraagteken achter. Maar nog belangrijker dan te zoeken naar een vervanger voor Kelderman is de vraag wat Dumoulin zelf wil. Hij wilde aanvankelijk vol voor de Tour de France gaan, maar toen de parcoursen werden bekendgemaakt, besloot hij toch dat de Giro zijn hoofddoel werd. Hoe kijkt hij daar nu tegenaan? Dat is misschien wel de meest interessante vraag. Want her en der schreef al mensen dat hij dan misschien toch vol voor de Tour moet gaan. Welke keuze zou jij maken?